Hallo en welkom bij Trendmatchen. Ja, ik heb weer wat nieuws. Nou, of wat nieuws. Ik heb een hele tijd geleden heb ik dit al eens laten zien. Maar er is een nieuwe versie uit van Manycam. En die is toch wel heel mooi. Dus dat wil ik even laten zien. Nou, gelijk met de neus in de boter. Even een effectje toevoegen. Nou, dit is nog maar een kleinigheid. Want er is veel meer mogelijk met Manycam. Je kunt tot 6 bronnen aansluiten. En dat kunnen webcams zijn. Zijn. Maar dat kan ook een desktop zijn. Zoals je hier ziet, is dit in feite een screenshot, of nee, een opname van het scherm zoals ik dat nu voor me zie. En daar kan ik ook weer beeld in beeld bij doen. En dan kies ik hier als bron gewoon weer die ene camera. En nou zie je mij in beeld terwijl ik Manycam laat zien. Ik kan hem nog ietsje verschuiven. Nou, hier zie je in feite de 6 bronvensters waar ik uit kan kiezen. En dat is wel heel mooi hoor, want ik heb de keuze zoals ik zei uit camera's. Maar nou, dat kunnen alle camera's zijn die ik heb aangesloten. Ik zou ook een spel kunnen toevoegen, maar ik ben niet zo van de spelletjes. Ik kan een IP-camera toevoegen, maar ook een mobieltje. En ik heb mijn Asus Android-device heb ik al toegevoegd, die zal ik zo laten zien. Ik kan ook kiezen voor mediabestanden, daarmee bedoelen ze dan bijvoorbeeld JPG-plaatjes, PDF-bestanden enzovoort. Maar ik kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een YouTube-URL. Nou, laten we dat eens proberen. Hij zoekt hem op. En hij gaat hem afspelen op het moment dat ik hem live zet. Oké, Nou, daar dit is komt hij. even een korte screencast over ThingLink. En ThingLink kennen jullie misschien als een site waar je afbeeldingen kunt Leuk, hè? uploaden. En die kun Nou, je dan dan kan ik ook nog weer interactief invoegen maken in door die of daar allerlei inzoomen in informatie die video. in te zetten. Nou, ik stop dat even. En ik zal hem ook weer verwijderen. Ook bij, nou, eigenlijk bij ieder beeld, zie, kan ik in en uitzoomen om dingen duidelijker te maken. Ik noemde net al even de Nexus. Op het moment dat ik die kies, dat is wel raar, dan gaat ook de microfoon van die Nexus een rol spelen. Luister maar. Luister maar. Nou, je hoort het al. Nou, je hoort het al. Met een beetje Met een delay. beetje delay. Want de Want opname de van die opname Android, van die Android, dat gaat via dat wifi. gaat via wifi. En ook daar kan ik weer En ook daar kan ik weer inzoomen. inzoomen. Nou, even naar een andere cameraopstelling. Hallo, dat is vlak achter me. Daar heb ik ook een cameraatje staan. Zodat je ziet hoe ik aan het werk ben. Met mijn grote venster waarop Manycam. En daarnaast een mijn notebook eigenlijk. Met een tweede scherm. Zodat ik ondertussen Twitter in de gaten kan houden. Mijn mail. En dat soort zaken. Nou, ik ga weer even naar de desktop. Zo. Ja, dan krijg je natuurlijk het. Hoe heet het? Hoe heet dat effect ook weer? Dit. Niet wiebeltjes. Ben het even kwijt. Goed, hoe dan ook. Beeld. Zoals je ziet kan ik picture in picture kiezen. Ik zou ook voor twee dingen kunnen kiezen. Maar dat doe ik niet. Ik kan zelfs voor vier bronnen kiezen in dat scherm. Hè, dus er is wat dat betreft echt heel veel mogelijk. Audio. Daarbij kan ik kiezen uit meerdere bronnen. Ik zou een playlist kunnen aanmaken. Dat geldt trouwens ook voor de audio. Kan ik een playlist van muziek aanmaken die ik op de achtergrond wil draaien, bijvoorbeeld. Je hebt gezien dat wanneer ik schakel tussen verschillende schermen, zoals ik nu doe, dat er een bepaald effect is. Nou, ik heb gekozen nu voor een willekeurig effect, maar ik zou ook kunnen kiezen voor crossfade. En dan kan ik ook nog de snelheid kiezen waarmee er gewisseld moet worden tussen de verschillende bronnen. Ik vind dat willekeurig eigenlijk wel leuk. Nou, ik kan tekst zichtbaar maken in het scherm. Kijk, dat zal ik nu doen. Die tekst kan ik dus vooraf er neerzetten en dan aan of uitzetten. Ik kan ook het logo van Manycam laten zien. En in de gratis versie zie je die altijd. Dan kan ik er ook nog voor kiezen, niet schrikken, om de tekst te laten scrollen. Nou, als je gek wil worden, moet je dit doen. Maar
Je ziet het bij nieuwsprogramma's, hè, van die ticket tapes. Nou, zo zou je een ticket tape kunnen maken. Ik kan zelfs tekenen. Ja, het wordt steeds gekker. Kleur. Zie. Vast. Bob. Ik kan het hele venster vullen. Doe maar. Ja, geweldig. En dan kan ik dat ook weer weghalen. Zo, nou. Kortom, er zijn allerlei effecten mogelijk. Ik kan de tijd in beeld brengen. Hier hebben we dat. En dat kan ik dan weer positioneren waar ik dat wil. In 24 uur notaties, als ik dat wil. Ik kan de datum wel of niet tonen en ik kan het heel groot maken. Kortom. En vaag en minder vaag. Oké, dus dat is ook mogelijk. Even de tekst uitzetten en dit uitzetten, want anders wordt het wel heel verwarrend allemaal. Want dan gaan we naar het onderste derde, zoals ze dat noemen. En daar kan ik ook een aantal zaken voor definiëren. Dat zag je in het begin eigenlijk al, maar hier is er nog één. En dat zijn ook effecten die gebruikt worden bij nieuwsprogramma's enzovoort. Dus ook hier zie je weer dat ik bepaalde dingen in beeld kan brengen. Nou, al met al, er zitten nog veel meer mogelijkheden in dit pakket. Bijvoorbeeld de effecten, blue screen, filters, nou ja, dit soort rare dingen. Ik weet niet wat het doet. Oh, dat doet het. Vlammen. Ga ik mezelf nu in vlammen zetten? Vuur en vlam? Nou, ik hoop het niet. Achtergronden. Randjes, schilderijrandjes, dan krijg je dit idee. Eigenlijk komt dat beter tot zijn recht wanneer ik eerst een andere positie kies. Kijk, als ik nu dit doe, dan kom ik heel ouderwets in zo'n box te zitten. Of ik haal dat weg en ik maak er een, iets anders van. Zie? Dat is allemaal mogelijk. Ik zou mezelf ook in een stadion kunnen zitten van hey, Oranje heeft gewonnen. Nou ja, al dat soort zaken zijn mogelijk. Maar die kan ik beter laten zien als ik deze weergave heb. Kijk, hier zie je dat. Borders, distortions, objects. Ik kan ook allerlei objecten erin zetten. Oeh, dat met een Apple logo. Dat kan ik dan natuurlijk ook weer op een plek zetten waar ik dat wil. En als ik dat nou mooi vind, dan sleep ik dat even hier naar favorieten. Even Apple uitzetten. Even mezelf een andere hoek. Kijk, hier zie je die favorieten. Want dan kan ik heel snel kan ik zoiets invoegen. Nou, hè, dat is het trendmatcher effect. Kortom, echt heel veel om uit te zoeken als je niet op vakantie gaat, maar je bent wel vrij en thuis. En je vindt het leuk om met dit soort zaken te spelen, dan zou ik zeggen neem eens een kijkje bij minicam.com. Want daar krijg je, nou ja, dit soort mogelijkheden tot je beschikking. Nog even, ik had nog niet alles doorlopen, YouTube-uren had ik gedaan, desktop. Daar kan ik kiezen voor één of meerdere schermen. Je kan ook alle schermen laten zien. Maar dat wordt heel verwarrend. Nou, dit is een weergave van mijn beide schermen. Een blanco beeld kan ik in beeld brengen met een bepaalde kleur. En bij die desktop kan ik dus kiezen voor een aangepast gebied. En dat is wat ik doe. In dit geval. Maar ik zou zo ook een PowerPoint presentatie in beeld kunnen brengen. Ik kan ook een gebied onder een cursor in beeld brengen. Dan moet ik daarvoor kiezen. Kijk, nou breng ik een gebied onder een cursor in beeld. En dat is ook wel heel leuk, want dan kan ik zeggen van kijk. Weet je nog dat ik het had over die favorieten? Dat ziet er zo uit. Nou, kortom, echt heel veel te ontdekken bij zo'n pakket. Er is een gratis versie, maar ik zou je aanraden om, als je het echt leuk vindt, de gekochte versie te nemen. Want dan zie je dat er nog veel meer mogelijk is. Nou, tot zover. Bijna 10 minuten, dat is eigenlijk veel te lang voor zo'n filmpje. Maar ik wilde jullie dit toch even allemaal laten zien. Even vanuit die hoek. Zwaaien. Tot ziens. En ik hoop dat je het leuk vond.